Joyo Bedrijven organiseert op 1 mei, Arbeidersdag, diverse activiteiten in het stadsdorp Marienburg. De organisatie wil hiermee de werkende klasse een mooie dag bezorgen. Een uitgebreide cook-out en verschillende sporten en spelletjes zijn onderdeel van deze 1 mei-viering. Terwijl de muziekformatie KZMX House Band het geheel zal opvrolijken. De activiteiten worden gehouden volgens het Gotong Royong systeem, waarbij een ieder betrokken wordt, vertelt Umar Yimidar, een van de organisatoren van deze dag. Je weet, onze ruggengraat van de partij bestaat merendeels uit de werkende klasse, komt vanuit de werkende klasse. En dan kunnen we zo'n dag niet zo bij voorbij laten gaan. Hebben we gemeend om in Kamowijnen dit jaar, want vorig jaar hebben we het in Osseer gedaan en nu doen we het in Kamowijnen. Om een recommandé party te organiseren, zodat de arbeidersklassen dus gezellig bezig kunnen zijn met elkaar. En om de samenhorigheid onderling ook verder te vergroten. Zodat wij dus dan iedereen daar gezamenlijk bezig is een potje te koken. Nou, wat er gekookt wordt is wat we allemaal culinair in Suriname kennen. Dus het is een hele grote ruim. Dan praat ik over peperwatra, moksalesi, herheri, nasi, bami, doksa, roti doks, roti schaap, noem maar op. Hapjes zijn er ook. Dan praat ik over die lumpias, bakabanas, somosas, plauri, bara. En alles wordt daar gedaan. De sportspelletjes hebben ook een wedstrijdkarakter, zegt Yimidar verder. Hij verwacht dat zowel jong als oud op de been zal komen. We hebben ook sportactiviteiten, we hebben ook voetbal en dan hebben we dam- en proefkwalwedstrijden. Waarbij dus men ook op een andere manier met elkaar kan socialiseren, dus met elkaar bezig kunnen zijn. En dan hebben we ook nog zumbaton, dus we denken ook aan, last van dat je als je gegeten hebt, dan moet je ook wat zaken verbranden. Dan gaan we ook een beetje zumbaneren en dat is van 6 tot 7 hebben we zumbaton en na 7 uur. Dan gaan we een beetje gezellig de benen met elkaar losgooien. Daar hebben we ook KZMX House Band. Tot de afsluiting. Umar Yimidar, een van de organisatoren van de activiteiten die op 1 mei worden georganiseerd in het stadsdorp Marienburg.